vooral trainer, leden van de technische staf. Ik denk dat je echt wel op het bestuur en de supporters en de sponsors mag rekenen om achter jullie te staan, om het seizoen goed aan te vatten. En ik herhaal, ik wil hier een herhaling van, maar ik geloof echt wel in het KV Kortrijk voor het seizoen 2014-2015. Er zijn een heel aantal gelijkenissen die we zien, er zijn een heel aantal punten die we zien. KV Kortrijk is ook een sympathieke ploeg. Het is een ploegje die ervoor gaat, recht voor de raad, geen zeven, familiaal, enthousiast, een goede community. En daar kunnen wij ons mee vereenzelvigen. Dat we dan toch altijd op het enthousiasme rekenen van de spelers, van onze familie KVK. Waar iedereen toch schrik heeft om elke keer in het Veldensporenstadion te komen spelen. We hebben al afgunst afgedwongen en ik denk iedereen die terug naar Kortrijk moet komen, die gaan er echt niet gerust in zijn, dit jaar ook niet. How was your holiday? You had a nice trip? Yes, I went to America to visit my brother and with my wife, and yeah, it was a nice holiday. A lot of relaxing, and maybe the coaches are not happy, but eating some nice food, so it's always good. Nog één vraagje. Ja, jouw krullen, jouw fellaini look, is er een beetje uit? Komen ze terug? Normaal niet, nee. Het was mijn vrouw die het gezegd had om af te doen. Maar ja, voor een beetje nooit te zijn, maar iedereen zegt dat ik er nog jonger uitzie. Dus. En voor die vrouw en voor die huwelijk, de vrouw van de voorzitter.